En dat heeft een reden. Dat mensen minder zware belasting hebben of minder fysiek werk moeten uitvoeren. En daardoor is natuurlijk de belasting aan bepaalde lichaamsdelen minder. Daardoor kan ziekteverzuim kun je voorkomen. Op dit proefstuk hebben wij sensoren geplakt. Dat zijn akoestische emissiesensoren. En met die sensoren hopen wij geluid op te vangen dat ontstaat wanneer er een scheurtje ontstaat in dat gat van de klinknagelverbinding. Als die mensen hun werk kwijtraken, want dan raken ze eigenlijk ook die woonruimte kwijt. Dus vanwege die verknoping van het werkgeverschap met het huisbaasschap, ze ontstaan er grote risico's dat mensen op straat komen te staan. Ja, we hebben onderzoek gedaan naar drie verschillende technologieën. Dus dat is inderdaad golfenergie, die je ook al noemt. Dus de golfbeweging is een beweging natuurlijk, ja, dus ja, daar kan je energie uithalen. Ja, en die, ja, precies, daar kan je energie uithalen. De andere is getijdenenergie. In dit geval stroomt het, als je van hoog naar laag tij gaat, stroomt het water ergens naartoe. Dus die stroming van water, dan kan je net als windenergie op een vergelijkbare manier, kan je daar ook energie uithalen. En de derde variant is het verschil tussen zoet en zout water. Het ziet er zo vrolijk uit, maar het is een gevaarlijk ballonnetje. Gevuld met puur lachgas. Niet te meten nadat je het inhaleert. Tot nu. Ja, we hebben niet alleen maar vastgesteld met welke techniek je het kan meten. Maar we hebben ook nog onderzocht hoe lang het nog traceerbaar is in de mens. En hoe lang is dat? Het is tot minstens 60 minuten meetbaar in uitgeademde lucht. Langzaamaan komt ook de scheepvaartsector op stoom als het gaat om verduurzaming. Het lijken misschien kleine stappen, zegt deze expert, maar ze zijn wel belangrijk. Eerst begint het met het voorkomen van scheepsbewegingen, dus dat je daadwerkelijk minder hoeft te varen. Kun je efficiënter omgaan met je schip. Daarna het verminderen van de uitstoot, dus kan je slimme dingen verzinnen zoals zeilen, zodat je minder verstookt. En dan het vervangen van die brandstoffen. Wat staat er op het spel, meneer Chanachoy? Nou, onze welvaart, onze geopolitieke positie. Eigenlijk dus bijna alles. We moeten investeren in onszelf. Blijven investeren om in de toekomst ook de welvaart te kunnen bieden aan de bevolking die we nu hebben. A Reuters investigation in December covered TNO's initial report that the 120mm tank rounds were fired from 1.34 kilometers away inside Israel. We noticed that we could hear the bullets whizzing by. So that made us realize that the journalists were actually being fired upon with a machine gun. So we analyzed these bursts and we compared it to our own data. Nederland is toch een kenniseconomie, mm-hmm, waarbij dus veel mensen op kantoor werken. En als we daar veel tijd doorbrengen en veel tijd zittend doorbrengen, ja, dan telt dat wel op en dan word je dus Europees kampioen zitten. Vergassing is cruciaal om alle grondstoffen die we nu van fossiel maken, om die te kunnen vervangen met biogene reststromen. Het ziet er misschien niet zo spectaculair uit. En hey, Tesla's hebben toch ook al een soort van automatische piloot? Toch is dit next level. Het is een nieuwe vorm van zelfrijdende auto. Eentje die niet alleen maar leert van voorbeelden over hoe die moet rijden, maar eentje die kan redeneren over welk gedrag die moet vertonen in de huidige situatie. In Nederland hebben wij het niet meer dan anders principe. En dat gaat ervan uit dat je niet meer zou betalen dan een bewoner die op gas is aangesloten. Dit is heel anders dan in andere landen, waar de tarieven vaak meer op de kosten gebaseerd zijn. We zien dat kinderen steeds meer achter hun scherm zitten. En daardoor dat ze veel minder buiten zijn. En die combinatie van minder binnen en meer, nou laten we zeggen, meer binnen en minder buiten, dat daardoor dat de oog, nou, de scherpte achteruit gaat. Als die maatregelen er niet waren geweest, dan zaten we op 890.000 huishoudens, schatten wij. Dus er zijn ongeveer 490.000 huishoudens behoed voor energiearmoede. In de keuken van TNO geen pannen, fornuis of magnetron. Hier werken onderzoekers aan een 3D-printer die voedsel kan printen met alle voedingsstoffen die iemand nodig heeft. Ja, we geven een persoonlijk voedingsadvies. Wat je kan omzetten naar een persoonlijk product, wat je meteen kan eten. Dus je hoeft niet met een boodschappenlijstje naar de supermarkt of je hoeft geen recepten te volgen. Dit is iets wat kant en klaar gemaakt wordt. De minister heeft aangegeven, als ik alles in één keer zou willen doen, heb ik het minst overlast voor de omgeving. Een goed argument. Alleen dat leidt tot een vertraging van 4 jaar.
En dat leidt er wel toe dat heel veel bedrijven die al voor 2030 die waterstof nodig hebben of die CO2 naar Rotterdam willen transporteren, niet op tijd die infrastructuur beschikbaar hebben en dus naar alternatieven moeten gaan zoeken. In een bebouwd gebied dus, zoals dit dorp met onder meer 120 huizen, een supermarkt en een treinstation. Dat alles om de realiteit zo goed mogelijk na te bootsen. Het is natuurlijk zo dat steden altijd in oorlogsvoering een doel zijn geweest. Het zijn bevolkingsconcentraties, het zijn knooppunten en je vindt er ook heel veel economisch en politiek gewicht. We hebben ontdekt dat het stroomverbruik van die airco's enorm gaat toenemen. Dus dat we in 2030 dat leidt tot 5% van de elektriciteitsverbruik van woningen. En dat kan leiden tot overbelasting van het net. In het gebied van virtual en augmented reality volgen de ontwikkelingen zich in razend tempo op. Ik ben benieuwd wat er allemaal al is en wat er nog aan zit te komen. Daarover laat ik mij bijpraten door Peter Werkhoven, hoofdonderzoeker bij het TNO en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Je kunt je voorstellen dat heel veel trainingen, die zijn eigenlijk veel te duur om in het echt te doen. Of veel te beperkt. Als je wilt trainen in gevaarlijke omstandigheden, met vuur, hitte of dingen die kunnen vallen, dan is het maar beter om die trainingen eerst eens te doen in de virtuele wereld. Nederland heeft gezegd, in 2050 willen we een CO2-vrij energiesysteem hebben. We willen zoveel, Nederland wil zoveel. Ja. Dat is onze ambitie, daar werken we aan. Vergelijk het wel een beetje met Lego. Als je nog nooit met Lego hebt gespeeld en je mag de eerste keer met Duplo spelen, denk je dat is leuk, interessant. Maar je bent al heel snel uitgekeken op Duplo. En dat is toch een beetje met deze quantumcomputer. Dit is een nieuwe, een jonge quantumcomputer. Hij kan nog niet zoveel. Ja. De volgende stap is een quantumcomputer maken die meer kan. En die meer richting gaat dan wat een gewone computer kan. Want deze supercomputer zal nog niet kunnen wat jij en ik met een gewone computer kunnen uitrekenen. Nog lang niet. Mijn buitenkant is gemaakt van zijn essen, de binnenkant is gemaakt van Duplas en er zit ook nog zijn afvalhout in. En we doen bij TNO dit soort proeven om niet alleen de sterkte te kunnen bepalen, maar ook daarna te kunnen verbeteren. Zodat we kunnen optimaliseren, zodat we duurzaam, veilig en betaalbaar stukken CLT maken. Wat we hier doen is eigenlijk die batterijen steeds laden en ontladen. En daarmee krijg je een beeld van de levensduur van zo'n batterij. Dus hoe vaak kan die ontladen worden en geladen worden voordat die bezwijkt? Wij willen in Nederland naar een duurzamer energiesysteem en daar hoort meer wind en meer zon bij. Ja. En toch is er een probleem. Dat klopt. We hebben een soort van file op het stroomnet, net zoals op onze autowegen. Ja. Dat op sommige momenten en sommige plekken loopt het stroomnet vol. Je moet gewoon echt zorgen dat je in de wijken een geheel duurzame energievoorziening hebt voor warmte, koeling en elektriciteit. Dus we moeten echt denken, het is een omwenteling. En een omwenteling kost in het begin heel veel tijd, maar dat gaat daarna natuurlijk steeds sneller. Wat hebben we nou in deze nieuwe term? Ja, dus een nieuwe term hittekracht, die combineert eigenlijk de temperatuur, de zon, de wind en de vochtigheid. En dat zegt eigenlijk meer dan alleen de temperatuur. Je kunt je voorstellen dat als je meedoet aan een sportevenement, en je hebt geen zon of je hebt wel zon, dat maakt heel erg uit voor of jij last kunt hebben van de hitte of niet. Komt dit dan uiteindelijk ook in het weerbericht? De hittekracht zal ook geschaald worden, net als bijvoorbeeld de zonkracht of de UV-index. En zo zal die in het weerbericht terechtkomen.